Hallo gasten van Roland Hoveling, welkom bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 filmpje. Zoals jullie net in de vlog al hebben gehoord, of eigenlijk dat nog niet hebben gehoord. Dit is weer een hele nieuwe map, Rollercoaster Tycoon 3 map in ieder geval. Het zijn nieuwe achtbanen, allemaal zelf ontworpen, zelf gedecoreerd. Dat maakt het allemaal wel mooi en heel erg uniek. Dus je ziet, ik bouw met bamboestijl en met dat soort dingen. Dat is dan de achtbaan met loopings. Gaat maar liefst één keer over de kop en is ongeveer 30 meter hoog. Welkom in de kurkentrekker achtbaan. Deze hier gaat 3 keer over de kop en is wel wat hoger. Nou, ook ongeveer rond de 30 meter hoog. Maar hij gaat maar liefst 3 keer over de kop en dat is wel het leuke ervan, dat je op zulke kleine hoogtes toch nog heel veel of heel vaak over de kop kunt gaan. Deze heb ik ook weer helemaal zelf gethematiseerd en gebouwd. En uiteraard weer zoals altijd. In een bamboehuisje. Welkom in de omgekeerde achtbaan van het park. Deze is ongeveer 50 meter hoog en deze gaat ook over de kop. Maar alle achtbanen gaan praktisch niet meer als ze blijven gewoon onder de 5 keer over de kop. Ze gaan niet echt allemaal boven de 5 keer. Er is nog geen enkele achtbaan die onder de 5 keer is gekomen, maar het zijn allemaal erg korte baantjes en daarom dus prima te doen. Bamboestationnetje en dan hebben we hier nog een omgekeerde achtbaan, alleen hier zit je met z'n vieren naast elkaar. Deze gaat nog hoger als 50 meter, maar hij gaat ook niet meer als... Nou, hij gaat ook, geloof ik, 3 keer over de kop. Ik hou het zelf niet bij. Zo vaak gaat hij ook al niet over de kop. En dat is wel het leuke eraan. Want iedereen kan er als ware, bijna iedereen kan er als ware in. Behalve kleinere kinderen natuurlijk. Maar goed, dat ook al gewoon bij buiten. Zelfs voor kleinere kinderen heb ik attracties te staan. Nogmaals, ik neem dit op met mijn mobiele telefoon, omdat ik er nog geen juiste opneemprogramma voor heb, voor de Windows 8.1. Maar dat komt, denk ik, nog wel, hoop ik. En dit is de giga achtbaan van het park. Nou, echt heel erg giga is hij niet. Want hij, zoals ik al zei, van al mijn achtbanen in het park, die zijn klein. Maar ze zijn stuk voor stuk, zijn ze gewoon goed. De rit is gewoon hartstikke goed. Het zijn gewoon stuk voor stuk goede kwaliteit. Goede ritten. En de wachtrij is daarom dus ook nooit lang. Nu hebben wij alle achtbanen gehad en dit is de boomstammetjesrivier van het park. Ik noem het de dino rivier, alleen je ziet gewoon geen dino's. Het is in principe eigenlijk alleen maar groen. Het zijn twee hoge vallen, dat wel. Nu is het aan de hoogste. En dan zak je door naar beneden aan, maak je die splash. En daarna ga je weer naar boven en... Om de baan hier zijn allemaal palmbomen geplant. Nu ga je weer naar boven toe en dan maak je weer een bochtje en dan zak je weer naar beneden en maak je weer een bochtje en dan ben je weer in het stationnetje.
Nu gaan we naar beneden en dan een bochtje om en dan stationnetje. Fotootje, altijd leuk. En weer een bamboestationnetje. Welkom bij de autootjesrit van het park. Eigenlijk races, je rijdt hier als het ware door de jungle. En ja, je ziet allemaal. Ja, dinosaurussen. En zoals ik zei, je zit in de racer en dan rij je zo door gebouwtjes, wat helemaal volgegroeid is. Vond ik leuk om te doen. Nou, laatste rondje hier in deze attractie, zodat ik de afsluiting even kan doen. Ik ga er in ieder geval weer mee bezig om, om het park verder te maken, meer achtbanen te bouwen. Veel meer van dit soort attracties met decoratie, dat vond ik wel leuker aan om te doen. Dus, dat vind ik wel leuk om te doen. En, ik zie jullie dan zaterdag bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon 3 filmpje. Doe allemaal een dikke blauwe duim omhoog en abonneer.